Yes, nieuwe video. Dus dit is de toets week. Ik vroeg aan de mensen van Junior Songfestival, wat hebben jullie voor studie gedaan? En toen dacht ik, dat ga ik ook doen. Hoi lieve allemaal, ik ben Hila en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben een tijdje weer een beetje offline geweest. Behalve dan dat ik een cover heb geplaatst. En ik wil eigenlijk binnenkort weer een cover plaatsen. En ik wil me daar ook iets meer over richten. Want het is voor mij makkelijker qua planning om een cover te maken. Dan om een hele maand vlog te maken. Want vloggen tijdens studeren is gewoon niet echt een combinatie. Dus dan kan ik gewoon leren. En dan is mijn pauze een cover opnemen. Even rustig praten, ik ben helemaal uit de adem. Ik wil wel heel erg graag de hele week van mijn leven filmen. Omdat jullie dan kunnen zien hoe het op school is. Dus als je dat wilt, doe alvast dan een duimpje omhoog. Vergeet me niet te volgen op Instagram. En ik zou zeggen, laten we beginnen, want ik heb vandaag een Q&A voor jullie. Omdat mijn leven nu zo erg veranderd is, dacht ik, ik ga jullie even op de hoogte brengen. En ik wilde even weten wat jullie wilden weten. Achter jullie staat mijn laptop met allemaal vragen. En laten we snel gaan beginnen. De eerste vraag, welke studie doe je en wat kan je er later mee doen? Ik doe de studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik zit in mijn eerste jaar en ik doe de voltijd versie van mijn studie. Je kan er later mee bij de televisie werken, bij de radio werken, tijdschrift werken. Als een eindredacteur. Je kan volgens mij ook de journalistieke richting op. Het ligt er ook heel erg aan welke richting je zeg maar kiest in het tweede jaar en zo. Want je begint natuurlijk hier met z'n allen en dan gaat iedereen zeg maar zijn eigen ding doen. En ik weet nog niet zo goed wat ik wil doen. En het gaat ook bijvoorbeeld over online marketing heel veel. Dus je kan ook dat doen zeg maar later in de marketingrichting. Je kan er echt superveel mee doen en heel erg veel in de media. Dat in ieder geval wel. En dat vind ik natuurlijk heel erg leuk. Hoe lang duurt de studie? De studie duurt 4 jaar en ik zit dus nu in mijn eerste jaar. Dus ik mag nog 3 jaar. Ik zit nu in mijn... Volgens mij heb ik mijn eerste blok nu net afgerond. Daar krijg ik in ieder geval een mailtje over. Heb je elke week hetzelfde rooster? Nee. Ik heb niet elke week hetzelfde rooster. Soms dan heb ik bijvoorbeeld een bepaalde dag van de week achter elkaar hetzelfde. Dus dan heb ik elke vrijdag heel toevallig om 8:30 hetzelfde vak. Maar eigenlijk was dat alleen maar in mijn eerste sprint. En nu is het elke week weer anders. En ik vind het op zich ook wel fijn, want dan hoef ik niet tegen bijvoorbeeld Daan, mijn manager, te zeggen. Ik kan alleen maar op een dinsdag, omdat ik bijvoorbeeld elke dinsdag vrij ben. Ik ben de ene keer dinsdag vrij, de andere keer woensdag, de andere keer donderdag, vrijdag, maandag. Alles. Wel een keertje. Wat zijn de grootste verschillen tussen de middelbare school en je studie? Dus het hbo of universiteit. Nou, universiteit is volgens mij nog echt wel anders dan hbo. Dus ik zou het spreken voor hbo. Ik dacht dat er echt heel veel verschil in zou zitten. Het enige verschil is op mijn school in ieder geval dat ik niet echt pauzes heb. En ik hoor van andere hbo's dat het daar soms wel zo is. Daar heb je echt een kantine waar je echt vaak bent. Maar ik heb op zich wel pauzes. Maar niet echt dat je dus een half uurtje pauze hebt als pauze. Het is meer gewoon dat er soms tijd zit tussen een blok. En je mag ook allemaal gewoon eten en zo tijdens de lessen en drinken. Tenminste, bij de meeste lessen mag dat gewoon. Dus dat is dan wel een groot verschil. Maar de sfeer vind ik niet heel anders. Bij ons is het best wel middelbare school-ish, vind ik, in de klas. Gewoon qua verschillende types, beetje groepjes. Ja, ik vind dat nog best wel hetzelfde eigenlijk. Wat vind je moeilijk op school? Ik heb net de module marketing, dus dat is gewoon een vak eigenlijk. Ze noemen het module, maar het is gewoon een vak. Heb ik afgesloten. En dat vond ik wel erg lastig, want ik heb nooit economie of MNO gehad. En ik heb ook wel 2 weken geleden, was dat volgens mij, had ik wel een beetje een paniekaanval voor het eerst. Omdat ik echt dacht, hoe kan ik dit ooit doen? Want ik snapte echt gewoon elk begrip in dat boek snapte ik niet, omdat ik nooit dat heb gehad. Dus toen was ik echt heel erg in paniek. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. En volgens mij heb ik wel een goed cijfer, want hij ging echt best wel goed. Ik heb dus dezelfde dag nog, net een paar minuutjes geleden, mijn cijfer gekregen. En ik heb een 8,4 voor fucking marketing. Ah! Ja, dat was wat ik nu nog lastig vond. Oh ja, en ik heb de taaltoets gehad met werkwoordspelling. En die heb ik niet gehaald. Op 1 fout na, zeg maar. Ik had 1 fout te veel. Dus volgende keer haal ik die wel. Wat vind je het leukste op school? Ik vind het leukste dat je net met media bezig bent. En ik vind het leuk om weer onder de mensen te zijn. Want ik had natuurlijk 2 jaar lang geen studie. En in dat 2 jaar heb ik gelukkig wel, ben ik wel gaan werken. Dus dat scheelde wel. Maar ik vind het wel echt leuk dat je weer elke dag met mensen bent. En je werkt echt ergens voor. En dat vind ik ook wel heel erg leuk. En dat is ook wel fijn aan mijn school. Die werken allemaal in sprints. Dus ik heb nu al 4 vakken afgerond of zo. En een project bijna afgerond. En dat is echt, ik hou wel van die vinkjes afstreven zo in mijn hoofd. Dat vind ik echt chill. In plaats van studeren, toets week. Dat is nogal. Haal je goede cijfers. Ik heb voor media en maatschappij, dat was mijn eerste tentamen, heb ik een 6,7 gehaald. Ik heb voor mijn onderzoeksverslag heb ik een
9,6 gehaald. Ik heb mijn taaltoets waarschijnlijk niet gehaald. Dat weet ik nog niet officieel, maar ik heb mijn fouten geteld, zeg maar. Maar ik kan nog zo'n marge. Heel gezeik. Marketing denk ik dat ik ook heb gehaald. En beeld en storytelling moet ik ook nog terugkrijgen. Dus dat is van mijn tweede sprint, moet ik alles nog terugkrijgen. Maar daar heb ik wel een goed gevoel over. Dus tot nu toe heb ik wel goede cijferschatting. Waarom creative business en is het het niet? Waarom creative business en is het het reizen waard? Ja, ik moet dus 1,5 uur reizen heen en terug. En als je echt alle tijd rekent, is het eigenlijk wel 2 uur van deur tot deur. Totdat ik echt in het lokaal zit. En ik vind het wel waard. Het is wel soms gewoon een beetje kut dat je weet als ik om 1 uur uit ben, dan ben ik pas om 3 uur thuis. Maar ik weet niet. Ik gebruik het gewoon om een beetje uit te rusten en ga daarna gewoon thuis gelijk aan de slag. En je went er ook heel erg aan. Je went er aan dat je nog eventjes wel moet reizen. Dus in jouw hoofd, als ik om 11 uur uit ben, is het in mijn hoofd ook, ik ben om 1 uur thuis. Gelijk. Dus dat scheelt wel heel erg. Het is wel veel vroeg opstaan, omdat als ik om 8:30 les heb, moet ik om 6:30 in de bus zitten. Maar ik vind de studie super leuk. En waarom creative business? Ja, ik doe nog steeds werken in de media. En ik heb er best wel wat aan dat ik dit doe. Omdat bijvoorbeeld, ik had een toets monteren en dat ging super goed, want ik moest gewoon editen. Dus dat gaat volgens mij wel goed. Dus dan heb ik er heel erg veel aan. En aan de andere kant heb ik er ook bijvoorbeeld, ik heb binnenkort online marketing. En dan kan ik dat weer gebruiken voor mijn werk. Dus dat vult elkaar heel goed aan, denk ik. Dus dat vind ik heel erg leuk. Hoe krijg je motivatie om te leren? Nou, ik wil gewoon mijn studio gaan halen. Ik wil niet nog een jaartje erover doen. Ik vind het al zwaar genoeg om 4 jaar lang te studeren. Dus ik wil gewoon ook in 1 keer door en ik wil het allemaal halen. En ik wil heel graag mijn propedeuse halen. En ik wil ook gewoon bewijzen dat ik het kan, denk ik. Ja, iedereen heeft altijd tegen mij gezegd dat ik geen HAVO kan. En toen heb ik de HAVO gehaald. En nu wil ik natuurlijk ook bewijzen dat ik ook echt wel HBO kan. En ik wil, ik weet niet. Het zit gewoon niet in mijn hoofd om een slecht cijfer te halen dit jaar. Hopelijk volgende jaar ook niet. Oké, dit is een hele lange vraag. Dus ik ga hem even oplezen. Dat als ik niet in de camera kijk. Wat is de reden dat je doorgaat met video's maken? Je lijkt het heel lastig te vinden om te combineren. En persoonlijk denk ik dat het misschien beter voor je kan zijn om dit los te laten en fully te focussen op werk, school, vrienden en Stefan. Ik ga door met video's maken omdat ik het heel erg leuk vind om alsnog mijn leven te laten zien aan jullie. En dit is natuurlijk ook mijn werk. En ik vind het wel grappig, want eerst dacht ik, oh, ik heb hier echt geen tijd meer voor. Maar nu denk ik heel vaak, ik ga denk ik even een video opnemen. Dan voelt het nog meer als vrije tijd, omdat de optie is anders om te leren. En ik ga natuurlijk liever een video opnemen dan dat ik aan de samenvatting aan het maken ben. Dus het is nu ook al iets meer vrije tijd geworden dan dat het werk was. En dat vind ik persoonlijk gewoon heel erg fijn, omdat het soms iets te veel voelde als werk. Ik zie nu dat mijn camera echt aan het verslijden is. Dus ik wil er gewoon heel graag mee doorgaan. En een studie betekent niet gelijk dat ik mijn werk aan de kant zet. Voor mij is het 50-50. En hoe op de middelbare school je school belangrijker is dan je hobby's, is nu even belangrijk. Kijk jezelf ook naar YouTubers? Ja, zeker. Ik kijk naar heel veel YouTubers. Ik heb onlangs Iris Amber ontdekt. Dat vind ik een hele leuke YouTuber. En tenminste, ik weet niet of ze Iris Amber op YouTube heet. Volgens mij Iris Nij. Weet ik niet meer. En Sabrina Poetri. Dat is ook vooral omdat zij dezelfde studie doet. En zij is nu in het tweede jaar. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik kijk Beauty Gloss wel. Jessie Maya. Ik kijk altijd mensenmening. Dingen van MTV, interviews. Een beetje van alles wat, denk ik. Ja. Maar dit zijn wel de meeste waarbij ik echt denk, yes, video. Vind je het niet jammer dat je zo laat bent begonnen met een studie? Eigenlijk vond ik dat eerst wel. Ik wilde na mijn eerste tussenjaar eigenlijk weer gaan studeren, maar toen was ik te laat met aanmelden. En dus nu ben ik dit jaar begonnen. Maar ik vind het niet eens heel erg. Ik ben ook niet de oudste van mijn klas, zeker niet. Ik ben wel de ene oudste volgens mij. Wel zoiets, wel een van de oudste. Maar ik merk wel dat ik daardoor heel erg serieus met mijn school omga. En ik merk echt heel erg groot verschil als je net van de HAVO komt of zo. Dus ik vind het eigenlijk ook wel fijn, want je hebt wel weer levenservaring. Je bent weer wat meer ontwikkeld, sociaal ook en zo. Dus misschien had ik het nog enger gevonden als ik bijvoorbeeld direct van de HAVO naar studie ben gegaan. Wat heb je nodig voor jouw studie? Eerst had je MNO en economie nodig en wiskunde. En dat was niet meer zo, dus kon ik me aanmelden zonder dat ik een extra cursus moest doen. Maar volgens mij heb je nog steeds wel wiskunde nodig, denk ik. En dan wiskunde A. Ben je wel eens bang dat je nooit zou kunnen leven van de muziek? Ja, tuurlijk, daar ben ik wel eens bang voor. Het is best wel een
tricky baan, zeg maar. Maar dat is ook een van de redenen dat ik ben gaan studeren. Omdat ik niet alles op de muziek durf te zetten. En ik dat wel heel graag zou willen. Maar dat is misschien een beetje te naïef, denk ik. Straks dan heb ik over 4 jaar geen carrière meer en geen diploma. Behalve mijn HAVO. En ja, mag ik puntjes gaan zetten. Ik denk niet dat iets mensen met puntjes gaat wat iemand moet doen. Maar ik niet. Ik zit nog even te kijken of ik nog wat extra vragen heb. Ik heb nog de vraag welk vakkenpakket ik heb gekozen en met welke pakken. Dat vind ik wel grappig, want op HBO heb je dus geen vakkenpakket meer. Je hebt wel een richting die je uiteindelijk gaat kiezen. Maar ik kan wel even bedenken, op de MAVO had ik biologie, Duits, wiskunde, geschiedenis. En dat was het, denk ik. Ja, en dan Nederlands en zo. Weet je wel, Nederlands, Engels. En maatschappijleer, maar daar doe je geen examen. En op de HAVO had ik maatschappijwetenschappen, geschiedenis, Duits, muziek, wiskunde A. Verder weet ik het even niet meer. Vond je het moeilijk om een studie te kiezen? Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik dacht eerst altijd, ik ben nog nergens goed in, behalve zingen en dansen. Maar dan wilde ik eigenlijk geen studie in doen, dat wist ik al heel snel. Omdat ik dacht, een studie zou mijn plan B zijn. Dus waarom zou ik dan mijn plan B ook richten op mijn plan A? Snap je? Dus nee, ik vond het eigenlijk niet heel lastig, want ik ontdekte deze studie. Het was omdat ik vroeg aan de mensen van Junior Song Festival, wat hebben jullie voor studie gedaan? En toen zeiden zij MIC, Media, Informatie en Communicatie. En dat heet nu Creative Business. En toen dacht ik, dat ga ik ook doen. En dat heb ik gedaan. En wat is je laagste cijfer ooit? Ik heb volgens mij ooit een 2 gehaald voor Frans toen ik in de brugklas zat op de MAVO. VWO, MAVO. Omdat ik toen niet echt door had dat je echt moest leren om woordjes te kennen en het niet alleen maar kon doorkijken. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me even weten wat voor cover jij nog wilt zien of wat voor andere video. Er komen dus niet elke keer op woensdag om 4 uur meer video's online. Maar hier en daar gewoon een paar keer een videootje. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Op Instagram ben ik nog steeds heel erg actief. In ieder geval op mijn stories. Op mijn stories van Instagram ben ik nog steeds heel erg actief. Dus vergeet me in ieder geval niet te volgen. Vergeet ook niet te abonneren, want jullie staan nog steeds heel veel te abonneren. Dus het gaat alleen maar omhoog. Daar ben ik super blij mee. En ik hoop dat jullie volgende keer weer kijken. Tot de volgende keer. Doei!